Morgen is het Koningsdag en dat betekent dat het vandaag tijd was voor de Koningsspelen. Een dag waarop de basisschoolleerlingen samen sportieve activiteiten doen. In Zetten kwamen 3 basisscholen samen op deze feestelijke dag. Op het HPC in Zetten kwamen de leerlingen van basisschool De Okkernoot, Dominee van Lingen en Lammes van Buren samen voor een dag vol met verschillende activiteiten. De dag begon met de officiële dans van de Koningsspelen om alvast goed in de stemming te komen. Eigenlijk doen we dat al jaren. In het verleden deden we het ook met allerlei kleintjes erbij, dus van de kleutertjes 1 tot en met 4. Maar wij geven sowieso al les aan de basisscholen met les en leiding geven. Dus we hebben al meer connectie met de school. En ik denk dat je, als je in een dorp zoals Zetten hier woont, en dat geldt denk ik voor ieder dorp, als je kan werken met een basisschool die je in een middelbare school hier binnen kan krijgen, heeft denk ik voordeel en voor ons, maar ook voor de basisscholen. Dus zo'n win-win situatie. Dit jaar draait het bij de Koningsspelen om het thema ontdekken. De kinderen worden aangemoedigd om nieuwe dingen op het gebied van sporten, bewegen en gezonde voeding uit te proberen. We hebben een freerun groep waar ze door vuurhoepels gaan springen. We hebben verschillende trefbalactiviteiten, voetbalactiviteiten, hockeyactiviteiten en een judo workshop gegeven door eigen leerlingen. Ze gaan de keuken in, kinderen, om een smoothie te maken, ook een stukje gezondheidserkenning daarin. Dus in principe hebben wij allerlei verschillende activiteiten. Waarnaast natuurlijk ook nog, waar we mee zijn begonnen, het dansen in zaal 61, ook door een oud leerling. Eigenlijk proberen we ook iedereen weer terug in de school te krijgen die hier ook heeft gezeten, om een leuke dag ervan te maken. En een van die leerlingen is Dang. Hij doet zelf ook aan judo en heeft een oranje band. Vandaag leert hij de kinderen een aantal technieken. Werptechnieken, houtgrepen, kanteltechniek en een voetveeg. Ze zijn nog jong, dus niet alles gaat perfect hoe je het wil hebben. Maar dat is ook logisch, hè, want ze moeten een beetje leren. Maar op zich doen ze goed hoor, qua leeftijd. Wat vinden jullie van vandaag? Leuk. Wat vinden jullie het allerleukste? Dansen of een smoothie. Het judo vind ik leuk tot nu toe. En ja, de smoothies vallen dus in ieder geval goed in de smaak. Wat hebben jullie allemaal erin? Banaan, yoghurt, sinaasappel en andere fruitstukjes. Ja. Eigenlijk hebben we al genoeg dit gedaan, maar hij wil toch nog doorgaan. Is het niet tijd om te proeven dan? En hoe smaakt die? Ja, lekker.